Nou, wij hebben een scène gekozen uit het boekje David Versprechen. De scène komt uit hoofdstuk 7 en het staat op bladzijde 79. Normaal gaat het gesprek in de scène alleen tussen David en zijn moeder over wanneer zijn huisarrest begint. Maar onze verandering is dat de vader van David ook thuis komt. En dat hij zich ook gaat bemoeien met wanneer het huisarrest van David ingaat. Omdat hij was bezig voetballen en zijn ouders hadden dit verboden.